Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefde broeders en zusters. Mijn reflectiemoment over Juz 21. Toen ik deze Juz door was het lezen, bleef eigenlijk mijn aandacht vooral steken bij de volgende ayat. Ayat die eigenlijk heel erg vermanend zijn. Ayat waarvan ik zie van mezelf en mijn omgeving aan veel jongeren, eigenlijk, ja, heel zichzelf in zullen herkennen. En waar Allah azawajal ons eigenlijk dan ook een beetje wakker probeert te schudden met deze ayat. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor deze ayat van Surat Al-Ankabut, dus juz 21, Surat Al-Ankabut, ayat 64 en 65 en 66. En ik sluit af met ayat 69, wat de laatste ayat is van deze surah. Allah azawajal zegt namelijk hierin: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla keeps on: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ وَلَهْوٌ. Dit wereldse leven waarin wij verkeren, dit leven wat eigenlijk aan ons trekt aan alle kanten en ons misleidt aan alle kanten, Allah Azza wa Jalla omschrijft dit leven waar jullie het over hebben, dit leven wat jullie zo bezighoudt, dit leven waar jullie eigenlijk voor alles voor over hebben om het maar, zeg maar, lang te laten duren of daar eigenlijk van alles uit te halen. Dit leven is eigenlijk maar, ja, een ijdel vermaak en is maar een spel. Kijk hoe Allah Azza wa Jalla dit hele leven waarin jij en ik leven, hoe hij het omschrijft als een spel. En dan zegt Allah Azza wa Jalla: wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan. Wil je daadwerkelijk het echte leven kennen, het bron van het leven wat oneindig is, dat is namelijk ad-dara al-akhirata, het hiernamaals, waar je eigenlijk voor dient te werken, hier op deze aarde, hier in dit leven. Lahiya al-hayawan. De bron, de Marokkanen kennen al-hayawan meer of vanuit het Arabisch als dier. Maar subhanallah, kijk hoe prachtig het Arabisch is. Al-hayawan is niet alleen al-hayat. Nee, al-hayawan is de bron van het leven, het eeuwig leven, het oneindig leven. En dat is subhanallah het ultieme geluk, inshallah, wat we hopen te bereiken. En het eeuwig leven wat we hopen te bereiken in het hiernamaals. En dan zegt Allah Azza wa Jal: لو كانوا يعلمون. Maar ja, velen weten het niet. Velen staan er niet bij stil. En dan geeft Allah Azza wa Jalla een prachtig voorbeeld van degene die eigenlijk dit vergeten en soms te veel bezig zijn met dit wereldse en zich laten verkopen eigenlijk door het wereldse, zich overgeven aan het wereldse leven. Dat Allah Azza wa Jalla dan aangeeft: maar luister, het kan dadelijk ergens zo ver zijn, of je kan dadelijk in situaties terechtkomen waarin je mij hard nodig hebt. En dan zul je mij wel kennen. En dan geeft Allah Azza wa Jalla daar een voorbeeld van mens. En dan zegt: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah Azza wa Jalla geeft aan dat vanaf het moment, en hij geeft een voorbeeld van mensen die eigenlijk het schip opgaan en dan de oceaan invaren. En dan als de hevige, zoals de Mufassirin aangeven, dan het water eigenlijk hevig wordt en de golven heftig worden en de zee eigenlijk woest wordt, dan, ja, ze het heel benauwd krijgen. En als zij dan in zo'n benauwde situatie terechtkomen, waarin ze zien, ver van het vasteland, midden in de oceaan, niks en niemand die ze kan horen of helpen of wat dan ook. En de golven gooien met ze en dan geen enkele uitweg meer voor ze is, behalve eigenlijk, ja, de oceanen springen, de dood of de verdrinking. Of Allah Azza wa Jal die ze nog zou kunnen redden hieruit. En dan richten ze zich tot Allah Azza wa Jal. Allah geeft aan: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهِ. Ze doen dan dua. Die dua, geliefde broeder en zuster, die is dan echt van een ander niveau. Die is dan zo puur. Die is dan zo zuiver. Die is dan zo oprecht. Die is dan zo nederig. Alle facetten eigenlijk wat je nodig hebt in een dua zitten dan in die dua. Dus eigenlijk een cocktail van
van zaken die in een dua die aanwezig te zijn, waarmee je dan ziet dat de dua eigenlijk veel sneller verhoogd wordt. Allah geeft aan die groep die in een moeilijke situatie terechtkomt, die beproefd worden, die kennen, die doen dan dua. En oprechte dua. Fada'u Allah. Mukhlisina. Ze waren oprechter en enkel en alleen hem vragen. Ja, zelfs de atheïst wordt dan ineens een monotheïst, een muwahhid en zegt, ja Allah, O Allah, O God, als u er bent, red mij. O God, als u me hieruit haalt, dan zal ik u altijd dienen. En zo zijn wij hier ook, geliefde broeders en zussen. Dat Allah azawajal ons, dat wij te veel bezig zijn met het wereldse. En dat de band met Allah eigenlijk verwatert. En dat we zien dat op een gegeven moment dat Allah ons een beproeving geeft. Een moeilijke situatie geeft. Waarin wij ineens wel ja Allah gaan roepen. Maar dit keer niet zoals die ja Allah wat we er een paar keer al hebben geroepen in het jaar. Nee, dit keer met een tranen, met een oprechte khushu'. En misschien veel langer en dan in de sujoed veel langer te blijven. Dit heeft als resultaat dat Allah zelfs dan ook aangeeft. مخلصين له الدين فلما نجيناهم en dan nadat wij ze hebben gered, nadat wij ze uit deze situatie hebben gehaald, deze beproeving weer voorbij hebben eigenlijk kunnen laten slagen voor deze beproeving of deze tegenslag of deze zorg weg hebben genomen of wat dan ook, direct als dat gebeurt en je komt dan weer aan land en het gaat weer goed, het gaat weer prima, je bent weer hersteld, je bent weer clean of je hebt een zorg minder of je bent een keer weer getrouwd of je hebt wel weer kinderen of je hebt weer een baan enzovoort. Al die zaken, vanaf dat moment zegt Allah Azza wa Jal, idha hum yushrikun. Vanaf dat moment verandert weer de situatie en zie je ze dus eigenlijk allerlei zaken naast Allah nemen. Misschien zelfs aanbidden naast Allah. Maar in ieder geval, misschien zelfs, zoals wij vaak doen, een hogere positie geven en onze zorg geven en onze tijd en energie en geld en macht en net alles geven wij dan aan het ander. En Allah Azza wa Jal wordt weer eigenlijk, wastafullah, op een laag pitje gezet. De dien wordt op een laag pitje gezet enzovoort. Totdat Allah Azza wa Jal ons weer wederom in een situatie eigenlijk midden in de oceaan zet en niemand ons kan redden, geen artsen, geen kennis, geen familie, geen geld, geen netwerken, wat dan ook, dan zie je dat wij dan weer oprecht Allah Azza wa Jal waren. Moeten wij tot deze personen horen? Allah Azza wa Jal geeft aan, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal geeft aan dat ze dan aankomen, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. Zij zijn ondankbaar. Liakforo betekent hier niet dat ze dus kerven worden. Nee, dat ze ondankbaar worden voor eigenlijk datgene wat ze hebben gekregen. En de situatie waarin Allah ze uit heeft gered. Je had geen kinderen en je kreeg kinderen. Je was gezond en ziek en daarna werd je weer gezond. Je had geen baan en je kreeg een baan. Je had zoveel zorg, je had schulden en hij haalt je uit de schulden. Je had een bepaalde studie niet of een diploma niet en hij heeft je daarmee gered of gehaald. Enzovoort, talloze zaken die je niet had en Allah om smeekte. En Allah geeft je het. En Allah azawajal geeft aan dat dan op dat moment eigenlijk in plaats van dankbaarheid te tonen, dat ze juist ondankbaar werden. En ondankbaar terwijl Allah azawajal ze meer wilde laten genieten, wilde geven en nog meer wilde geven. Maar ja. Zij gaan er nog achter komen. Dit zijn ayat, geliefde broeders en zusters, die ons eigenlijk wakker moeten doen schudden. Dat wij niet zo ondankbaar moeten zijn. Dat het wereldse leven wat ons ineens afhoudt van Allah, dat geen gezegend leven is. Dat dat een kort en ellendig leven zal zijn, hoe blij we er ook in doen en hoe succesvol wij daar ook in zijn. Als het niet eindigt bij Allah in het paradijs, op de weg van Allah, met de laatste woorden, la ilaha illallah, dan nee. En zeker als je dan hoort dat wij dan misschien heel vaker de personen zijn die Allah alleen in moeilijke situaties leren. Geliefde broeders en zus, ik sluit af met de laatste ayah. Daar zitten nog wat ayahs tussen, maar de laatste ayah van Surat Al-Ankabut geeft Allah Azza wa Jal aan degene die hier tegen strijden. En die eigenlijk op de weg wel willen blijven en terug willen keren en dankbaar willen zijn. Wat zegt Allah Azza wa Jalla daarover? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
Allah Azza wa Jalla geeft aan. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا. Zij die zich wel inspannen, die de jihad voeren, die eigenlijk de strijd aangaan tegen hun begeerte, tegen het wereldse, tegen de verleiding, tegen alles, om toch Allah op de weg van Allah terecht te komen. Ja, ze glijden uit. Ze maken fouten. Ze raken wel eens op dat moment even van de weg af. Of ze zijn misschien soms laks of wat dan ook. Nee, maar ze strijden dag in dag uit om toch zich weer op die weg van Allah Azza wa Jalla terecht te komen en te houden. En ze zijn dankbaar voor datgene wat ze hebben gekregen. En ze zijn, ondanks dat ze misschien verzwakken, nooit ondankbaar aan Allah Azza wa Jalla. Deze persoon, Allah Azza wa Jalla geeft aan, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Deze personen waarvan we zien dat ze oprecht zijn en dat ze daad bij woord voegen, dus ook daden doen inderdaad, in aan te tonen dat ze van Allah houden en dat ze op de weg van Allah terug willen en dat ze dankbaar willen zijn. Diegenen die daarin oprecht zijn en we zien dat, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Wij zullen hun leiden naar onze paden, naar onze wegen die allemaal naar mij, naar ons leiden, naar Allah Azza wa Jalla, naar het paradijs. En Allah Azza wa Jalla, إن الله لمع المحسنين الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين الله is met de weldoeners, degene die zich hier op deze manier inspannen met hun tijd vrij te maken voor Allah, hun energie vrij te maken voor Allah, hun netwerk te gebruiken voor Allah, hun talent te gebruiken voor Allah, hun kennis te gebruiken voor de zaak van Allah, voor de umma van Allah enzovoort. Diegene die dit allemaal eigenlijk inzetten, Allah is met hen en zij zullen niet in de steek worden gelaten. Ze zullen begeleid worden na dit leven van spel en vermaak naar het echte leven, het eeuwige leven in de hoogste rang van het paradijs. Mogen Allah Azza wa Jal jou en mij hier doen terechtkomen. Barakallahu feekum, Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.